kampioenen, kampioenen! En na, kampioenen! Daar gaan ze dan, op zegentocht door een thuisstad. Het Bussumse HCAW wist een kleine 2 weken geleden Europees kampioen honkbal te worden. En dat moest natuurlijk groots gevierd worden. Onderweg worden ze toegejuicht door de Bussumers. En de sfeer zit er dan ook goed in. Begin juni begon het toernooi. De club mocht het EK honkbal in eigen huis organiseren. En na in de groepsfase als eerste uit de bus te komen, wisten de Bussumers in de halve finale landgenoten Amsterdam Pirates te verslaan. Om daarna in de finale titelverdediger Parma uit Italië met 11-4 van de mat te spelen. Honkbalclub Allen Weerbaar pakte hun eerste Europese titel. En bij zo'n prestatie hoort natuurlijk een huldiging. Hoe voelt zo'n tochtje door Bussum? Ja, uniek. Nog nooit eerder meegemaakt. Ik ben met Amsterdam een keer Europees kampioen geworden. Maar dit is toch wel echt een feestje. Ja, te gek. Hoeveel mensen er eigenlijk langs de straten staan. Lekker meedoen met het feest die wij vieren. Mensen, oudere mensen met de oude HCW-petje. Mr. Kok HCW. Ja, dat is leuk om te zien natuurlijk. Er moet morgen nog wel 1 wedstrijdje gespeeld worden, maar dat maakt het feest er niet minder op. Ik sta morgen gewoon weer helemaal fit. Doe staan, Tadic! Hey, Noedor!